Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Sniper Elite 3. Hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraski Plays. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want in de vorige aflevering hebben wij een informant bevrijd uit de gevangenis. Alleen nu moet hij natuurlijk nog levend terugbrengen. Of moeten wij hem nog levend terugbrengen. Dus we zijn nu aan het coveren vanuit de toren. We moeten gaan snipen, we moeten iedereen gaan killen. En ik hoop dat het gaat lukken, dus laten we maar snel weer doorgaan. Als je deze zin al leuk vindt, dan natuurlijk zet je kaart op de like-knop. En let's go! We moeten hem protecten, jongens. Het gaat niet makkelijk. Oké, die is sowieso dood. Even die mooie headshot zien, hoor. Even die mooie headshot zien. Bam! Via de zijkant, dwars door zijn hoofd heen. Hoppatee. Ja, waar zitten de vijanden, vriend? Oh, daar zit er nog één. Oké, die hebben we. Die rent terug. Maar je rent niet van mij terug. Die is ook neer. Voor die loden, hoor. Er komen daar meer mensen aan. Ik zie ze. Die is ook neer. Die is ook neer. Dat was net te hoog. Die is ook neer. Ben je al goed gecoverd door me of niet, vriend? Ik weet niet via waar hij nog een enemy heeft staan. Kun je niet doorlopen, jongen? Oh, daar, ik zie hem. Alright. Ik heb hem geraakt. Alright, top. Ga je lopen? Hij gaat lopen. Oké, daar gaat hij weer. Oké, we moeten het rustig aan doen, man. Hij moet het overleven. Als ik iemand zie, moet ik hem neerknallen. Blijf lopen, jongen. Komt er een auto aan. Freeload hoor, jongen. Dat de stormer is, kan niet meer horen schieten. Dat is natuurlijk ideaal. Via waar ik sta aan het raken ben, zie ze ook niet. Door de storm. Er zit er daar nog een in het bosje, man, volgens mij. Zo! Woe! Die was even mooi, man. Deze is even mooi. Komt die dan, hè? Door je long heen. Komt die dan, hè? Er is volgens mij iemand ergens daar achter die boom, jongen. Ik zweer het je. Daar is er een. Jij bent dood, jongen. Sorry. He's taking heavy fire. Waar zit hij dan? Ring nou eens een scheef, hoe zit het? Je wat, ik blaas die auto af, op, dan zie ik het vanzelf. Kom op, boys, waar zit die lul?
Fuck it, ik moet ze gaan zoeken, jongens. Ik kan hem niet, kan ze niet vinden via hier. Nee, van de weer kan ik ze helemaal niet zien. Kak! Ik kan dit ook niet weg, dus ik kan helemaal niks zien eigenlijk. Oh nee, ik zie er een. Brrra! Looks like he's moving. Ik heb een sniper vriend, dus kom maar op. Double kill, dat was een collateral, dat was een collateral, dat was een collateral. Dank je. Ja, ik zie hem. Zo, rennen jongen. Go, 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 go. Het probleem is, wij moeten zo meteen ook nog hier weg zien te komen, denk ik. Nou, dit overleef je wel. Dit overleef je wel, jongen. Woe! Zo! Dat was wel eventjes een stukje. Holy shit, man. Rek je het, jongen? Even zwaaien. Wajo. Helemaal loco die gozer, jongen. Zo, de knetteree. Hij heeft het overleefd in ieder geval, daar gaat het om. Maar woe! We hebben wel veel mensen afgeschoten. Zo. Nou, de informant is bevrijd. De persoon met informatie. Om maar even zo te noemen, dus dat is mooi. We zijn ook weer level up, zoals je kan zien. En we zijn alweer bijna level 7, dus dat is helemaal mooi. Dat is helemaal mooi. The truth behind Project Zoika is still out of reach. The informant, Brower, wasn't able to uncover what it was before his capture. But he has a lead. A supply outpost in Siwa, frequented by Valen. We don't know if he'll be there, but the man likes to have everything precisely ordered. Valen will have every detail planned out, scheduled, written down. All I have to do is find it. Dat gaan we proberen. Brower's been useful. He's given me the locations of Valen's office and the German storehouses. All right. There are also some good sniper positions across the town and rumors of an old smuggler's entrance. It's going to be tight on the ground. But somewhere in this town, I will find what we need. Het is best wel een grote stad, jongens. Er zijn een paar sniperplekjes waar we gebruik van kunnen maken. Maar dit gaat wel lastiger worden. Dus even kijken of ik mijn loadout een beetje kan aanpassen. Even kijken wat we nieuw hebben, kan ik beter zeggen. We hebben AP rounds. Armored piercing rounds can destroy vehicles in fewer shots. Heb ik nog niet echt nodig als ik eerlijk ben. We hebben ook wel een nieuw crosshair, of niet? Ik heb weer heel veel crosshair staan. Ah nee, die is lelijk man. Ik denk dat ik mijn class laat voor wat het nu is. Dat is denk ik het handigste. Bandages, medikits. We gaan gewoon zo verder. We gaan gewoon op deze manier verder. Ja. Oké, dit wordt een grote stad denk ik waar we nu in gaan trekken. En we moeten dus de informatie zoeken die we nodig hebben. En dat ligt midden in de stad ook nog. Dus dat gaat wel lastig worden. Maar we gaan ons best doen. We gaan gewoon lekker ons best doen. Dan zien we vanzelf wel of we het redden. Alright, ze hebben artillery. Dat is één. Het gaat het moeilijker worden. We kunnen wel heel mooi door die struikjes klimmen en klauteren. Dat is wel een mooi dekkingspunt. Oké, we moeten daar naartoe. Find a way into the old city. Dus we moeten eerst naar binnen zien te komen.
Dus als je kijkt op de kaart, moeten we gewoon door dit moeras blijven lopen. En dan dus kunnen we vanzelf wel naar binnen. Dat ga ik ook doen. Kijk, ik denk dat ik gewoon iedereen door mijn kop heen knal. Dat is wel zo makkelijk. Dus... see you later, alligator. Er vliegen ook helikopters en vliegtuigen, weet ik wat allemaal over. Kunnen we natuurlijk ook gebruik van maken. Maar dit gaat nog best wel lastig worden. De poort staat ook open, dus we kunnen zo naar binnen. Weet je wat, ik ga wel snipen als, als dat vliegtuigje overvliegt. Oké, vliegtuigje, kom maar, jongen. Oké, die is neer, jongens. Ik kan je garanderen, die is neer. En jij ook. Zo. Easy peasy noemen we dat. Oké, er lopen alweer meer mensen voor me. Staan er ook een paar bij de poort. Hij ziet me niet hoor, hij ziet me niet. Past op waar je heen treedt. Alright. We moeten hier heel veel opletten. Heb ik ze allebei? Heb ik ze allebei? Ik hoop dat ik ze allebei heb. Ik hoop dat ik ze allebei heb. Die andere ook? Oh nee, die kogel wijkt af. Die kogel wijkt af. Maakt niet uit, ze hebben nog niet door waar ik ben. Hij weet nu dat er iemand zit, maar hij weet niet waar. Dus als hij... ik zag dat mijn broek scheiden als mijn maat naast me is afgeknald, jongen. Ik zweer het je. Kom terug, jongen. Kom terug, jongen. Kom terug, jongen. Nee, kan niet. Ik wil namelijk niet, ik wil niet bij die ingang naar binnen. Ik wil weten of er nog een andere ingang zit. Als ik hier... kijk, zie je? Er zit nog een andere ingang. Dus ik denk dat het makkelijkste is als ik een andere ingang neem. Dus dat is eigenlijk mijn bedoeling op dit moment. Ik kan wel schieten, maar ik weet niet of het handig is. Ze staan er wel allebei, do. Ik ben ervan nadenken, zal ik schieten of niet? Niet zeggen dat ik het even leuk, jongens. Dit was serieus mijn bedoeling. Zo, want nu heb ik namelijk iedereen als het goed is dood. Oké, jongens, dit is chill, want dan heb ik iedereen dood namelijk. Dan kunnen ze me niks meer doen.
Yeah! Alrighty, Pryty. Let's go dan maar, jongens. Ik weet niet waar de ingang zit, hoor. De alternatieve ingang die ik nu probeer. Maar ik probeer gewoon helemaal om te lopen. Ah, dat mag niet. Kunnen jullie niet naar binnen? Serieus? Fuck, hier kunnen we niet naar binnen. Kak, dat is echt kut. Dat is heel erg kut. Dat vind ik wel een mooie, mooie ingang eigenlijk dit, maar... Blijkbaar niet, hè. Oké, jongens. Ik kijk hier nog wel. Misschien kan ik hier nog naar binnen. Zo. Maar dat gaat nog best wel moeilijk worden ook. Wil je er nog wat leuks bij, of niet, jongens? Zo kan ik dit ding wel uitschakelen. We kunnen hier ook naar binnen, dat is goed. Oké, dan schakel ik dit apparaatje even uit. Zo. Dan is die in ieder geval kapot. En dan als het goed is, heb ik hier ook meteen een mooie sniperpositie. Oh, 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 oh. Er zitten best wel veel mensen ook. Ik kill ze gewoon even allemaal hoor, want blijkbaar hebben ze toch door waar ik zit. Als jullie nou gewoon heel makkelijk naar boven komen klimmen, jongens, dan oh, ik dacht dat het iemand was. Dan kan ik jullie allemaal even vermoorden, maar dat doen jullie niet, hè, poesjes. Poesjes die jullie zijn. Ik ga een trapje naar beneden, jongens. Oh, hij raakt me ook nog heel die lul. Dan kan ik ze vanaf hier raken namelijk, kijk. Ah. Kom nou jongen, kom op. Pussy die je bent. Je bent echt een pussy, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, Mongol. Er staat er volgens mij ook nog één buiten de muur. Er zit nog één wat buiten de muur. Die komt hier nu naartoe lopen. Komt hij aan, komt hij aan, komt hij aan. Let op. Let op. Kom, 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 kom. Kijk, hij staat recht onder me, man. Als ik heel snel hier naar beneden klim, kan ik hem killen. Dat is de laatste die hier namelijk staat. En dan zijn we de stad in. Alright. Zo. So. Dan zijn ze allemaal dood hier. Dan kunnen we op die sniperspot gaan zitten. Ik heb wel wat ammo nodig, want ik heb een beetje veel ammo verspild hieraan. En dan kunnen we vanaf hier wel nu gaan snipen. Boven die toren. Dus nu gaan we voor menens de toren in. En dan gaan we eruit snipen. Het is wel een mooie plek namelijk, het snipernest daar. Alright. Mijn snipernest. Oké, daar moeten we naartoe. Heb ik nou iedereen hier gewoon al... Volgens mij heb ik iedereen die hier staat, stond... Nu gewoon al uitgeschakeld. Ik heb gewoon iedereen in deze omgeving... Oh! Easy, joh! Ze zijn gewoon allemaal naar me toe gerend, dus dit stuk van de stad is sowieso al vrij om te gaan en staan waar ik wil. En waar is mijn geluid zo hol? Options. Audio. Het geluid is zo hol, man. Nou, het zal. If I time my shots, they'll go unheard. Ja, dat klopt.
Daar heb jij gelijk in, hè, jong, maar dat wist ik al. Het zit er geen raampje, man. Ik wou eruit gaan schieten, maar dat ging niet goed. Alright. Op de grond gaan liggen. Kom erop, jongen! Moment van de waarheid. Moet wachten, jongens. Oké, daar gaan we, daar gaan we, daar gaan we. Allright, laat ze maar komen. Nu heb ik een mooie positie. Ik heb hier wel een mooie positie. Dus laat ze maar komen. Ze komen eraan, hoor. Dat is alleen maar goed. Als ik hoop dat ze eraan komen, als ik eerlijk ben. Oh ja, kijk. Kom erop, jongens, kom erop. Hoe ga ik dit ding eigenlijk uitschakelen? Oké, die kan ik opblazen. Hoe ga ik jou opblazen, vriend? That's the question. Oké, ze zijn me kwijt. Ik moet alleen even een manier vinden om die, die gun daar uit te schakelen. Ik kan het doen met een landmijn. En daarna met flint en steel, hoop ik. Ik heb het nog nooit uitgetest, we kunnen het wel even... Nee, 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 niet nog één. En nu heb je er twee neergelegd, lul. Ik weet niet of dit werkt, hoor. Er zitten secondes bij, zie je dat? 17. 16. Nou, ik weet niet of dit werkt. Iemand had me gevonden. Nou ja, leuk voor je. Werkt dit of werkt dit niet? Ja, het werkt! Oké, top. Dat wou ik even... Rustig, rustig. Dat wou ik even weten. Nu ben ik wel mijn spot kwijt. Maar ik... Wie de fuck schoten daar raak? Oh. Oh jij, ik heb je gevonden. Fucking scheidsniper. Ik wou net zeggen, jongen, wie de fuck heeft me gevonden, jongen? Dat is een of andere dildo. Zo, die knetteren, die is gewoon nog raak ook, hoor, die vent. Nou, dan weet ik dat ook meteen dat het flint en steel werkt, want dan wou ik nog even uittesten. Ik ben nu wel gespot, hoor, maar dat maakt me niet zoveel uit. Nou, dan weten we dat ook, dan kunnen we daarmee dus wat dingen opblazen. Alright, cool, chill. Heel wat geleerd. Weer wat geleerd. Oké, ze zijn we in ieder geval kwijt. Die sniper is nu ook meteen uitgeschakeld, want die heeft zijn spot verraden. Met zijn ghillie zoet aan. Dus dat is alleen maar juist. Dat is alleen maar chill. Oké, daar staat iemand. Oké, dit is de normale ingang, jongens. Dit is de normale ingang waar ik nu ben. Het is hier best wel heel erg druk. If I wait, I can mask my shots. Zo. Niks wachten, joh. Gewoon gaan. Gewoon gaan met die banaan, jong. Kijk, er komt nog één enemy hier aanlopen. Kan die wel pakken. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar niemand heeft me gezien.
Alright, hoe ga ik hier naar boven? Zo. We zijn boven, hè? Alright, top. We zijn in het gebouw waar we moeten zijn. Lekker. König. Schwarz, Weiß und König. Oh, the three musketeers. Yes, them. Turns out they aren't happy with Valens portraits everywhere or his grand base in the mountains. One of them is off to Berlin tonight with Valens precious notebook. Which one is going? Ich weiß nicht. I overheard them arranging a meeting later, perhaps to decide who gets to present the notebook as proof to the... Ik gewoon een lijk er op de grond, boeit ze geen zak. Maakt niet uit dat er een lijk op de grond ligt, maakt niet uit. Alright, we moeten naar de Vantage Point klimmen, dat is daar. Dus dan moeten we daar helemaal omhoog. Er staat ook nog een artillery die we kunnen uitschakelen. Dus dat gaan we doen in de volgende aflevering, jongens. Ik sluit hem hierbij af. Er liggen al lekker veel lichamen hier, dus dat is natuurlijk altijd fijn. En we moeten nog even doorgaan, dus als jullie hebben genoten van deze aflevering... Ram dan natuurlijk zoals je kaart op lijken op de helft mijn normen. We zijn morgen natuurlijk weer terug met een nieuwe Sniper Elite 3 aflevering. Waarin we deze missie gaan afmaken. En waarom mijn geluid zo hol is, dat weet ik ook niet. Maar het is een beetje... ik denk dat die vent doof is of zo. Want het is een beetje aan de rare kant. Maar ja, ik snap er niks van. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Bye bye.